Het laatste weekend van februari reden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Infrabel voerde namelijk grote spoorvernieuwingswerken uit op lijn 50A. Dit is eigenlijk een zeer uitzonderlijke werf. We hebben hier een totale lijnonderbreking tussen Brugge en Oostende. En dat is iets wat je bijna nooit voor elkaar krijgt, omdat dit zo'n belangrijke spoorlijn is natuurlijk. Dit hebben we bijvoorbeeld ook, om je daar een idee van te geven, 2 jaar op voorhand moeten aanvragen. De ingenieurs en technische ploegen stonden voor een grote uitdaging. Ze kregen exact 50 uur de tijd om 5 wissels in Zandvoorde en 1 in het station van Oostende te vervangen. 50 uur is natuurlijk niet zo heel veel. We zijn gestart zaterdagmorgen om 2 uur. We moeten klaar zijn maandagmorgen om 4 uur. Dat houdt in dat er hier continu ononderbroken mensen aan de gang zijn. Er worden ongeveer 80 prestaties uitgevoerd, enkel en alleen voor die 5 wissels in te bouwen. Wissels zijn een onmisbare schakel in de spoorinfrastructuur. Ze zorgen ervoor dat treinen veilig en snel van spoor kunnen wisselen. De oude wissels waren aan het einde van hun levensduur. En eveneens maken we van de gelegenheid gebruik om een ander type wissel te steken, een nieuwer type. We gaan zo onder meer over naar een zwaarder spoorstraafprofiel. Zodanig dat de wissels robuuster zijn, minder onderhevig aan slijtage. Ook worden de wissels volledig ingelast, dat wil zeggen onderhoudsarmer. En ook naar trillingen, naar omwonenden, is dat ook een groot voordeel. Infrabel maakte van het treinloze weekend gebruik om een maximum aan werken tegelijk uit te voeren. Ook wel massificatie genaamd. Het voordeel van massificatie is dat we eigenlijk ervan profiteren van een totale lijnonderbreking, voornamelijk op een zeer belangrijke spoorlijn hier, om zoveel mogelijk werken tegelijkertijd uit te voeren. Mochten we dat niet kunnen doen, dan zouden we in principe al die werken apart moeten uitvoeren en dan zouden we vooral nachtwerken moeten doen. Dan zouden we natuurlijk ook veel langer bezig zijn. En hier kunnen we nu op een korte periode, op 50 uur tijd, een enorme hoeveelheid aan werken doen. Zo werden naast de wissels ook werken uitgevoerd aan de seininrichting en als laatste stap aan de bovenleiding. De bovenleiding moest aangepast worden aan de positie van de nieuwe wissels. De rijdraad, dus dat is waar de stroom op zit, ja, die moet perfect gecentreerd liggen boven de wissels. En dat moet dus aangepast worden aan deze nieuwe configuratie. 50 uur leek dan wel een hele uitdaging. Onze ploegen kregen de klus zonder problemen geklaard. Op maandagochtend kon het treinverkeer tussen Brugge en Oostende worden hervat.